Welkom in Amsterdam. Dit is het dan, de plek, het centrum Amsterdam. Meer centrum, meer Amsterdam dan dit wordt het niet. Daar hebben we het op dit moment nog mooiste pand van de Dam, namelijk het beroemde Paleis op de Dam. Maar dat gaat binnenkort anders worden, want hier gaan we de mooiste appartementen en penthouses van Amsterdam bouwen. Het ziet er nog niet heel erg chic uit. We maken hier een fantastische nieuwe gevel voor. Een combinatie van natuursteen en heel veel glas. En van binnen, ja, herken je het straks ook niet meer terug. De pièce de résistance, dat is het drielaags penthouse. Echt uniek. We zijn nu op de 7e verdieping. Vergeet niet, dat hele penthouse dat beslaat straks de 7e, 8e en 9e verdieping. Is 1250 vierkante meter. En nu zie je een stukje van de 7e. Al die binnenmuren gaan eruit. Want ja, het wordt nogal royaal. Wij spreken ook duidelijk van zo'n XXXL penthouse. Ook qua prijs over. Hele mooie plattegronden en hele mooie artist impressions hoe het kan worden. De ene koper wil een bioscoop, de andere die wil een gym in zijn huis, de andere wil een Engelse pub. En als je het alle drie wil, met 1250 vierkante meter penthouse, ruimte genoeg. Dat penthouse heeft straks een mega dakterras van in totaal pakweg 200 vierkante meter. Zowel op de 9e verdieping als op de 7e verdieping. En dat is het leuke van zo'n drielaags penthouse van 25 miljoen. Je krijgt er ook, het kost wat, maar je krijgt er ook wel wat voor. 5-sterren Hotel Krasnapolski Hotel Service. Ze zetten dus niet alleen je auto weg, de valet parking, maar ook de beveiliging. En op het moment dat je thuis bent, je hebt geen zin om te koken, dan kan je zeggen, ik bestel eens een hamburger of een mooie kreeft. Nou gaan ook mensen die zo'n penthouse als dit kopen, je eet niet elke dag caviar, je drinkt niet elke dag champagne. En dan heb je daar een van de beste hotdogstands van Amsterdam. En wat nou als iemand zegt, ja, voor 25 miljoen prima, maar kan die naald voor de deur dan wel weg? Dan vragen we toch eventjes of we een temperatuur op mogen nemen. Dat is een wereldberoemd monument, dat gaat zeker niet weg. En dat zullen we dan ook heel beleefd, maar wel heel duidelijk vertellen. Dat vindt de overbuurman, de koning, vindt dat niet goed. Is er al interesse? Uit Londen komen een aantal hele concrete gegadigden. En die zijn ook zeer gewend aan dit prijsniveau. Sterker nog, die zien het zelfs als bijna attractief. De appartementen beginnen bij een kleine 1,2 miljoen euro. Dan gaan we door naar 4, dan naar 7 en het drielaags penthouse, als je dat koopt. Dan willen we graag dat je 25 miljoen euro naar de notaris overmaakt. En dan ben je eigenaar. Dan gaan we iets heel moois voor je bouwen. Zit er nog een voorwaarde van financiering op of telt het in die? Doorgaans hebben wij daar zeer zelden mee te maken.